Ja, Sofiane Ahanach, eindelijk 3 punten hier bij Sparta. Jij bent nog niet zo lang, maar de supporters en de club waren er wel heel erg aan toe, denk ik. Ja, zeker weten. De spelersgroep zelf ook. Want ja, op een gegeven moment loop je toch wel 4 punten achter op de concurrentie. En ja, Willem II, als je die verliest, ja, dan ben je die ook uit het oog verloren. Dus dit was gewoon een hele belangrijke wedstrijd voor de club. Speelde dat in de spelersgroep ook? Zijn er dan bijvoorbeeld jij en de nieuwe jongens die dan zeggen van kom op, een beetje nieuwe input geven ook met de nieuwe trainer van... Ja, we moeten hier gewoon. We zijn niet zo slecht als we misschien ervoor staan. Ja, klopt. Het is zeker niet alleen de nieuwe spelers. Het zit ook gewoon echt in de spelersgroep zelf. Maar ja, soms lukt het gewoon niet. De afgelopen wedstrijden, we geven gewoon alles. Maar ja, soms ja, lukt het net niet. Maak je net een fout of ja, scoren hun net in de laatste minuut. Dat is Excelsior. En dit keer was het wel gelukt. En ja, het laatste kwartier was gewoon echt pot op slot, niks mag erin. En dat was de eerste prioriteit. En we moesten 3 punten gewoon binnenhalen. En dat is aardig gelukt. Hoe belangrijk is dat jullie de nul hebben gehouden? Wat je zegt, het laatste kwartier ging de pot dicht, maar ja, heel de wedstrijd eigenlijk. Ja, klopt. Over het algemeen hebben ze niet veel kansen gehad, voor mijn gevoel. Ze waren ook niet zo gevaarlijk. Maar ja, dat kan je ze ook niet verwijten. Ze hebben ook 120 minuten in de benen gehad, 2-3 dagen geleden. Dus dat speelt ook zeker een rol. En daar hebben we ook op ingespeeld. Dus, maar al met al was het een goed resultaat voor ons. Weet je het ook met wat de advocaat tegen jullie zegt van jongens, als eerste de nul houden en daarna gewoon goed voetballen? Ja, als eerste nul, dat is belangrijk. Ja, afgelopen wedstrijden scoorden we wel 1, bij Heerenveen uit 2 thuis. Maar ja, als je daarvoor meer tegen krijgt, ja, dan maakt het niet uit hoeveel je scoort. En ja, in de rust zei hij ook van, we moeten gewoon die tweede maken. Want de kansen lagen er op 2, 3, 4-0. Maar ja, als je hem niet maakt, dan maak je het alleen maar spannender voor jezelf. Wat vind je van het niveau van, van de spelersgroep van Sparta? Ja, de laatste wedstrijden zijn we zeker niet de mindere. Tegen wie we ook spelen, we zijn... tot nu toe niet 1 keer kansloos geweest na de winterstop. Die gevoel heb ik ook. En ik weet zeker dat we er bovenop gaan komen. En van de laatste plek af komen de laatste de aankomende week. Ja, dan wordt het tegen FC Utrecht. Op een heel nieuw veld, op een heel nieuw grasveld. Dat is denk ik wel fijn. Want ik weet niet of je de Knollentuin de afgelopen week hebt gezien hoe het daar eruit zag. Ja, Feyenoord speelde daar, Ajax speelde daar. Dat was bijna niet om aan te zien, weet je. Dat hoort gewoon, ja. Als je een grasveld hebt, dan moet dat gewoon een goed grasveld zijn. En niet grasveld om het gras zijn en ondertussen speel je gewoon op aarde. Dus het is goed dat ze die hebben aangelegd en in zo'n snelle tijd. Dus daar kunnen we gewoon lekker op voetballen. Wat verwacht jij van de wedstrijd tegen FC Utrecht? Ik denk een moeilijker duel dan tegen Willem II. Heb je de wedstrijd van Utrecht tegen Excelsior gezien? Nee, ik heb wel de samenvatting gezien. Maar ja, Utrecht uit en thuis, dat is ook wel een verschil. En dat is ook voor Sparta zelf het verschil. Ik weet niet of ze dit seizoen nog uit hebben gewonnen. Maar ja, thuis speelt natuurlijk wel een grote rol met het publiek. Maar ja, uit moeten we ook gewoon echt minimaal voor een punt gaan. En dan zien we wel waar de rest staat te vallen. En wat verwacht je van de wedstrijd? Ik verwacht gewoon een open wedstrijd. Ja, hun hebben ook 2 op zondag gespeeld, wij ook. Dus misschien zal de vermoeidheid wel in de benen slaan bij de jongens. Maar wij moeten gewoon ervoor zorgen dat we ten eerste de nul houden. En dan gewoon kijken hoeveel punten we daarvan uit kunnen pikken. Ja, en dan in het weekend weer wacht PSV. Het zijn 3 wedstrijden in 1 week. Is dat nou lekker voor een voetballer of is dat nou best wel zwaar? Ja, in principe wil je gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Dat wil natuurlijk elk voetballer. Maar ja, daarvoor moet je ook een grotere spelersgroep hebben. Dat kan je een beetje variëren. Sommige jongens zijn wat ouder, sommige wat jonger. Sommigen hebben kleine pijntjes en ja, dan ga je het risico niet nemen om morgen te spelen om ja, zaterdag weer fit te zijn tegen PSV. Dus het is een beetje afstemmen met het team en dan kijken wat het beste is voor het team. Wat is jouw rol in dit team? Mijn rol in het team is gewoon om het team te helpen vanuit degradatie. En om daar mijn aandeel in te hebben. En we zien wel waar het schip strandt eind van het seizoen. Ook een beetje een leiderstype? Dat ben ik niet van nature, maar ja. Als dat moet, dan kan ik daar wel aanwijzingen in geven. Maar ik doe zoveel als ik kan. En als dat met aanwijzingen moet of leidertype, ja, dan kan ik dat ook.